dit is goed aandringen hoor, van Ramazzani. En voor hetzelfde geld capituleert die bal tegen de netten. Tweede hoekschop voor Jong Oranje. Tweede keer Mitchell Bakker, eerste zone, daar is Ekkelkamp. En voorlopig dicteert Oranje de wet. Dat is een goede bal van de voorhoek. Absoluut. Vertessen. Hij legt het wel af tegen Sepp van den Berg. Nou, dit is prima. Eerste kans voor de Belgen. Ramazzani op een prima voorzet. Eerste keer dat we er eens doorkomen. Frimpong, daar is de goal. Nee, Simons. Hele mooie aanval. Robbie in de rug van onze verdediging. En mooi voorbij Pletings. Dit gaat hij afwerken. Jawel. Brian Brobby voor de verdiende 0-1 voor Nederland na 13 minuten. En ze snijden heel makkelijk doorheen. Het is voor het eerst dat we hem zien. De diepe spits van Jong Oranje. En heeft niet veel nodig. Nee, maar wat een goal. Wat een goal. Alleen niet qua afwerking, maar ook voorbereiding. Hè. Hier voorbij de winter. En dan kijk. Ene kant langs Pletings, met links tikt hij hem rechts langs Pletings, loopt hij er een bochtje omheen en knalt hij hem met zijn linker binnen. Zieke voor Patrice. Gaat te snel. Ja, het moet te snel. Ja. Wel goed van Patrice nu. Ramazzani is voorlopig alleen. Nou, dan moet hij alleen de actie gaan maken. Ramazzani nog een keer kappen en dan afmaken zeker. Dat is een geweldige actie, die verdiende meer. En daar moeten we het voorlopig van hebben, van deze Ramazzani. Dus noods doet hij het in zijn eet. Scherpen. Hier ziet hij er goed tussen. Vertessen, gaat hij dat afstraffen? Nee. Want Scherpen zit er zelf nog tussen. En dan is er ook nog Van den Berg. Niemand bij Geert Rijda. Timber, Simons en nog eens Timber. Daar gaat hij het zelf eens proberen. Goeie save is dit hoor, van der Voort. Lopen mens! Timber, mooi gedaan. Hier is Bakker met veel gevoel richting Brobby. Schitterend doelpunt. Fantastische goal van Jong Oranje. En de Belgische beloften worden compleet weggespeeld, compleet overrompeld. Komen overal te laat. Terecht applaus van Erwin van der Looy. Want wat een goal. Wat een geweldige voorbereiding. En dan met links hoor, uitgezocht. Bakayoko qu'on a pu voir à la mi-temps dans le reportage qui lui était consacré. Le 1-2 avec Olivier Demann, c'est pas inintéressant. Demann maintenant, et c'est bien vu ça de la part d'Olivier Demann. Et voilà, une équipe belge qui a un petit peu redynamisé. Doku avec ses feintes de corps, on le connaît. Est-ce qu'il peut aller au bout? Non, il pousse son ballon un petit peu trop loin, Jérémy Doku. Frimpong avec Ekkelenkamp. Qui perd le ballon par contre. Ouais, c'est pas mal ce 1-2 avec la possibilité, une très bonne sortie par contre de Skjelpen. Bien joué, superbe. Avec de l'espace laissé par Ilgers. Doku qui doit lever la tête, il y a du monde avec lui. Oh oui, Demann, magnifique. Voilà le but. C'est très très bien joué de la part des Diablotins. Le couloir gauche totalement ouvert. Doku évidemment. Avec sa course à la Usain Bolt et puis le service, le coup d'œil. Oui, là c'est vraiment là aussi comme un entraînement parce que en plus il prend le risque de donner ce ballon du pied droit. Il aurait pu échapper effectivement à Demann, mais cette situation est magnifiquement bien construite. Pour moi, c'est lui qui fait la différence sur cette action, c'est Rasker. Ouais, ça passe. Hein. C'est lui qui fait la différence. Ça passe, c'est parfaitement calibré, super bien dosé. Encore dangereux là avec cette possession qui se dessine sur la droite. Zarouri, Samoise.
Paskin, Bakayoko, il est passé. Johan Bakayoko, la frappe à côté. Et de Man, contrôle de la poitrine, c'est bien joué. Bakayoko avec Lissens qui ouvre à gauche. Peut-être une dernière possibilité hein, pour les Diablotins. Zarouri, c'est bien joué. De Kuiper, oh, le centre et le retour défensif. Pass, 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 pass